2016 was een veelbewogen jaar, zowel in Nederland als in Europa. In de Tweede Kamer heb ik me samen met jouw steun kunnen inzetten voor jouw pensioen en een Nederlands pensioenstelsel dat Nederlands blijft in Europa. Ik heb me ingezet om ervoor te zorgen dat ZZP'ers hun werk houden tegen de domme regels in. En ik heb me ingezet voor godsdienstvrijheid. Ik heb onder andere de aartsbisschop van Mosul op bezoek gehad die vertelde over de gruwelen van ISIS. En natuurlijk vergeet ik ook niet dat er regio's buiten de Randstad zijn, zoals Twente, die wel eens vergeten worden door een Randstadkabinet. Dat heb ik met veel inzet gedaan. En juist door de steun die ik ervaren heb, kan ik dat ook in 2017 voortzetten. Want in 2017 zullen dezelfde grote uitdagingen voor Europa, voor Nederland en voor de euro blijven bestaan. De grenzen zijn onrustig en de samenwerking met onze omliggende landen staat onder druk. Ik wil een bijdrage leveren om dat beter en constructiever te laten verlopen. En voor nu wens ik je natuurlijk van harte een zalig kerstfeest voor jou, je gezin en je dierbaren en alle goeds voor 2017.